Het Museum voor Schone Kunst in Antwerpen is na 11 jaar restauratie, herbouw en uitbouw eindelijk weer open. Niet het oudste museum in België, het oudste Koninklijk Museum is Gent. Het grootste is waarschijnlijk in Brussel. Maar nu, met de restauratie, is misschien Antwerpen het grootste. In elk geval het schoonste. Het geeft het schoonste gevoel. Schoon is oud-Nederlands voor mooi. We zullen binnen eens gaan kijken of het inderdaad het mooiste, het schoonste museum van het land wordt. De neoclassicistische voorgevel van het eind van de 19e eeuw is gebleven. Ook de twee wagenspannen die de triomf van de kunst moeten symboliseren. De entreehal straalt die triomf verder uit. Van Nicaas de Keizer hangt er, in de typische stijl van die tijd, een aantal olieverfschilderijen waarop een 140-tal beroemde architecten, schilders en beeldhouwers uit de stad zijn te zien. Rubens staat daar trouwens rechts in zijn zwarte mantel. Deze lofzang en het monumentale trappenhuis beoogde het aanwakkeren van de nationale trots. In het museum geraken is eenvoudig. Moeilijker wordt het om een keuze te maken. Een keuze niet alleen tussen de talloze zalen met de meest uiteenlopende kunst met de meest prominente meesters. Van de 15e eeuw tot de 21e eeuw. Ook klein en groot. En monumentaal groot. Met grappige toevoegingen die verwijzen naar een schilderij in de zaal. Zoals deze dromedarissen naar een schilderij van Rubens. Op een zinnige manier wordt oude kunst aangevuld met moderne kunstuitingen. Maar ook nog een keuze maken tussen de zalen die er al waren. Prachtig gerenoveerd trouwens en met bijna overal dat daglicht dat voor de kunstbeleving zo belangrijk is. Zalen die in een rechthoek rondom de binnenplaats heen lopen. Of, en dit is echt een gouden ingreep, de wat men noemt inbreiding. Inbreiding is een mooi woord voor uitbreiding. Uitbreiding met 4 verdiepingen, zoals helemaal beneden een aantal zalen met alleen maar James Ensor. Museumzalen die op de binnenplaats zijn neergelaten. Helder kraakwit. Je kan natuurlijk met de lift naar boven of beneden, maar je kan ook met de trap. Of is dit eerder een kunstwerk? Stairway to Heaven, de trap naar de hemel. De kunsthemel. Let vooral ook op het plafond met een speciale constructie voor de inval van het daglicht. Deze zaal, overigens, daar wil ik even de aandacht op vestigen, is ongelooflijk hoog. Hij heeft een witte glimmende vloer. En toen ik vroeg, hoe gaan jullie dit verwarmen, zeiden ze, kijk daaronder, uit die gaten, daar komt indien nodig de koude of de warme lucht. Het zijn allemaal top dingen. De verlichting in het licht, zit hoog, maar is heel mooi uitgebalanceerd. En hier en daar zijn er daklichten zelfs nog te zien. Het Museum voor Schone Kunst is ingenieus verbouwd. En met een beetje hulp van de bewegwijzering komt men wel terecht waar men zijn wil. Een prachtig museum, alleen het zijn 2 musea in 1. En 1 bezoek zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om al die prachtige kunst te zien.